maar ik blijf bij je slapen. Hoe heet je, schat? Antonia. Antonia, wat ben je toch een lekker wijf. Nou, zo. Nee, echt waar. In Haagse Paradijsvogels neem ik een kijkje in het leven van excentrieke Hagenaars en Hagenezen. Mensen die opvallen vanwege hun bijzondere verschijning, levensstijl of een beetje van beide. Ditmaal volg ik Maurice van der Toorn, een geboren entertainer, wonend in Duindorp. Met zijn bakfiets vol met speakers rijdt hij dagelijks zingend door de stad en trekt hij veel bekijks. Goedemorgen Maurice. Goedemorgen Pim. Leuk je te ontmoeten, Pim. Wederzijds. Pim. Ja. Hey, dit is de plek waar jij iedere ochtend komt, hè? Elke ochtend, ook in de winter. Elke ochtend zwemmen. Elke ochtend zwemmen. Waarom doe je dat? Je hoofd leegmaken. In deze afschuwelijke tijd waar we leven. Moeilijk, het is zwaar. Ik word ook 's morgens wakker, eenzaam en met verdriet wat allemaal gebeurt. Maar zo'n duik heldert je alles weer op. En dan heb ik de kracht om de dag te beginnen. Ja. Ja, dus jij trekt je heel veel dingen wel aan wat er gebeurt en ook uit je eigen leven misschien? Ook dat, ja tuurlijk. Maar ook, het afgelopen jaar dat we zo uit elkaar zijn gespeeld, doet zeer. Daarom probeer ik een beetje tegengas te geven om mensen weer bij elkaar te brengen op mijn fiets, mijn bakfiets, met muziek. Ja, je bent een echte entertainer. Straattheater. Ja. Nou, zullen we maar een duik nemen dan? Althans, jij? Ik kijk liever. Nee, ik kijk liever. Ja. Nou, hier is mijn plekje altijd. Elke ochtend. Hier ga je erin. Ook 's winters, herfst, lente, maakt niet uit. Nee, dat maakt je echt niet altijd uit. En normaal gesproken alles uit, naakt. Ja, ja. Klein beetje tegen het systeem. Je weet hoe ik ben. Ja? Ja, jaren 70, 80. Dat heb je meegemaakt. Turks fruit, hoge hakken, echte liefde. Alles was minder preuts toen. Ja, het was minder bemoeizucht. Ja. En krijg je reacties als je dan naakt het water in gaat ook wel van mensen? Een enkel keertje, nee, eigenlijk helemaal niet. Ze kennen me als naakt al, maar als ze dit nu zien, ja, krijg ik het misschien wel erg druk hier en dat wil ik ook niet. Nee. Ik ben geen stripper meer. Nee, maar je houdt nu je zwembroek aan dan? Ik hou nu mijn zwembroek aan. Oké, nou, daar gaan we. Ja. Het mooie Duindorp. Ja, hè? Dat is toch de mooiste plek van Nederland. Ja? De mooiste plek van de wereld. De mooiste plek van de wereld, ja. Duindorp. Ik hoef vandaag niet op slot te doen, maar okay. Het is voor de extra. De Duindorp wordt niet ingebroken. Nee? Nee. Gelukkig maar. Nou, welkom in mijn plekje. Ergens lekker dicht aan de kust. Dankjewel. Nou. Je bent mooi, leuk, gezellig. Helemaal gezellig. Nee, wil jij thee of koffie? Pak je thee lekker. Oh, gezellig. Ja. Nou, welkom nogmaals. Ja, wat leuk dat je er bent. Woon je alleen hier? Ik woon alleen hier. Okay. Ik heb wel vaak visite hoor, steeds meer. Ja. Want als je bekend wordt, dan krijg je steeds meer visite. Ja, want ben je bekend? Maar het begint een beetje te groeien. Ik ben natuurlijk weer heel lang al bezig vanaf mijn jeugd en mijn jonge jaren. Maar nooit echt doorgebroken of wilde ik dat wel. Maar als wat dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben nu weer kaal. Ja. Er zit weer een act aan vast. Nee, ik heb ook niet meer zoveel haar natuurlijk. Ik ben wel wat ouder. Maar dit is weer een act. Dit is Robin Hood. Straks en heb ik nog Fortuin. En Pim Fortuyn heb je ook gedaan, hè? Die Fortuin heb ik ook gedaan een paar keer. Want als mij iets overkomt,
Als mij iets overkomt, dan zijn zij verantwoordelijk. En dan kunnen ze achteraf niet zeggen van, u heeft een klimaat gecreëerd en dat moet stoppen. At your service. Ach mens, ga koken, veel beter. Maar dan moet het sikkie er wel af. Ja. En zo heb ik nog meer dingetjes. Maar je bent altijd wel iemand geweest die graag in de aandacht stond, in de belangstelling. Dus als acteur, als... Ja, bijvoorbeeld eigenlijk heel veel. Paul de Leeuw zei ooit tegen mij, wat wil je nou eigenlijk? Want ik zat ooit bij hem in de uitzending. Toen zei ik, wil eigenlijk alles. Ik zeg, mijn hele leven is een film. Ja. En zo is het ook. Maar wat heb je gedaan voor werk dan in het verleden? Heeft het ook iets daarmee te maken? Eigenlijk heel weinig. Ik ben al heel snel afgekeurd in mijn leven. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat ze daar nog geen diploma voor hebben eigenlijk. Maar afgekeurd, waarom? Ja, psychische gronden. En misschien moet ik nu wel aan het werk dat ze me zien. Nee, maar ik ben wel door een dal gegaan. En ik denk ook dat ze mij niet echt als op de werkvloer kunnen gebruiken. Maar door een dal gegaan, wat heb je allemaal... Het leven is toch geen pretje. Ik bedoel, als je om je heen kijkt hoeveel ellende en verdriet er is. En, maar ook persoonlijk bij jou? Kan je dat misschien vertellen? Ik ben ook eenzaam. Als ik 's morgens opsta, dan ben ik ook maar alleen en niet begrepen worden. Maar dan neem ik die duik in die zee en dan ga ik weer de straat op met alles wat ik gecreëerd heb. Wat ik je zo laat zien in mijn garage. Met je bakfiets, ja. Ja, en dan word ik weer blij. Dan ga ik mensen verbinden en dan dat is het. Dat is het, gewoon mensen blij maken, kinderen blij maken. Die kinderogen die helemaal gaan stralen als ik als Pasen kom of als kerstman. Dat maakt het echt heel bijzonder. En volwassenen en oude mensen. Maar daar krijg je zelf ook energie van? Ja, daar krijg je die kick van, ja. Maar je zegt, ik ben eenzaam. Heb je geen partner gehad? Of, ja, tuurlijk, regelmatig. Ik heb ook kinderen. Ja, ik heb een zoon en ik heb ook een hele lieve dochter. Oké. Ik heb een zoon van 25 en mijn dochter is 15. En dat maakt me wel blij. En die zie je ook wel? Ja, die zie ik ook wel. En ik heb ook nog goed contact met mijn ex-vrouw. Oké. Maar toch voel je je eenzaam op een bepaalde manier? Ja, omdat het leven heel moeilijk te vatten is, weet je. En het is ook wel een beetje, als ik het politiek mag zeggen, of gericht, zijn we ook wel een beetje aan elkaar gespeeld de afgelopen jaren. En hoe komt dat? Waar is dat begonnen volgens jou? Ja, als ik dat nu moet gaan vertellen, dan zitten we in een, en dan krijgen we zo'n verhaal. Ik wil eigenlijk gewoon leuk mijn verhaal vertellen en dat ik mensen blij maak, laat me daar maar bij houden. Maar je hebt dus eigenlijk nooit echt gewerkt, maar je bent wel Chippendale geweest. Ja, Chippendale. Ik heb 5 jaar lang gestript. Begon eerst maar een groep. En toen kwam ik er heel snel achter dat ik denk, hé, wacht, ik wil het alleen doen. En toen noemde ik, ik noem dat niet zelf. Toen heeft de media ervan gemaakt, de Nederlandse Chippendale. Oh ja. Hoe was dat dan, dat werk als Chippendale? Geil. Vond je dat echt? Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk. En als je het lef hebt en als je. Dan ben je in één keer. Dan ben je in één keer wel bij die dames interessant. Want dan ben je iets. Nou, welkom in mijn tuintje. Gezellig, laat me openstaan de deuren. Dit is een gouden plek. Je is morgens vroeg wakker, dan vliegt het. Dat is een open kooitje, dat ben ik eigenlijk ook. Ja. Komen de vogeltjes, komen even eten halen, gaan ze weer weg. Zo hoort het. Een bad ook ingebouwd hier? Een bad, was in het hoekje lekker liggen. Heerlijk, met een beetje magnesium erin. Tijger? Een tijger heb ik gekregen van de mensen uit Duindorp. Lief hè? Zei, wil jij die hebben? Ja, een aapje. Oh. Daar zat een panda boven. Panda op het dak? Ja. Dit is mijn opslagruimte. Ook nog. Dit is mijn fiets, die rijd ik alvast naar buiten, want we gaan straks op pad. Ja. En dan heb ik natuurlijk allemaal petjes en dingetjes en kostuums en kleding. Ja, dan ben je altijd anders, hè. Dus vandaar die kale kop, dan kan ik allemaal pruikjes op doen. Dat is wel een heel gevaarte. Ja, zeker. Zo. Maar ja, hij gaat op wielen. 3 boksen erop. Ja, lekker geluid, lekker hard. Dan gaat hij naar zijn zusje, hier zo. Je hebt er 2. Ik heb er 2. Hey, dus hier bewaar je al je verkleed spullen en zo, want je hebt natuurlijk veel verschillende types. Ja, 3 jaar geleden begon ik hiermee en toen was het nog niks, maar nu, ik wil steeds weer met iets nieuws voor de dag komen. Dus het stapelt zich aardig op. Ja.
En niet schrikken van dat apparaat daar, want je zat er wel dichtbij. Die gebruik ik vaak, dit is een act met minister Kaag. Dan doe ik een kort rokje aan. Ja. Daar ben ik binnenkort ook mee te zien, ook weer een act. Heel leuk, kijk. Grappig, hè? Hou me vast, deze oude man. Want zij promoot het transgender gebeuren en zo. Maar dan... Ongeveer. Ja, ja. Het is wel bijzonder. Ja. Kijk, zij promoot deze onzin. Welke onzin? Van? Nou, om je geslachtsdelen te verwijderen. Dus daarom wil ik even deze boodschap ook weer brengen. Ja. Maar met een lachend gezicht. Ja, toch? Het is één grote grap allemaal. We zijn toch wel man of vrouw. Klaar. Ik heb ook nog ergens een zwaardje, maar ik kan het nou even niet vinden. Zo, en nu ben je Robin Hood? Of wat, ja, toch? Ja. Robin Hood. Is dat ook na die coronatijd, of misschien wel in die coronatijd begonnen? Dat jij dacht van, ik ga de straat op? Ja, tuurlijk. Ik zag dat het. Ik zag het licht door het bos niet meer. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, ik ga het doen. Ik ga de mensen blij maken. Ik ga de straat op. Ik heb het lef. Ik heb voor die volle zalen gestaan als Chippendale. En, dan durf ik dit ook wel. Ja, en dan doe ik het ook. Hallo schat. La 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 la. La 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 la. We springen in de ronde. Lekker met die konten. We dansen en we swingen. Nu gaan we echt beginnen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tonight's the night. We gonna make it happen. Tonight we put all other things beside. Giving this diamond so me some affection. We going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you. Dat is mijn moedertje. Zij is 90 jaar. Ze heeft 13 kinderen op de wereld gebracht. Waar ik de laatste van ben. Zo. En ze is nog steeds positief. Af en toe zakt ze een beetje weg. Ze heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En de Derde Wereldoorlog ook. Helaas. Ik hou van je, mama. Door zo positief te zijn heb ik van jou geleerd. Dankjewel, schat. Ik kom gauw een keer weer langs. Maar dan moet je weer koken voor me. Volgens mij heb jij een hele lieve moeder. Speciaal voor mama. Het is eigenlijk papa, maar ik maak er mama van. Ik heb de zwarte ogen en ik krijg jou de rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw ideeën, ik heb mijn ideeën. We zwerven in gedachten en we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat je doet, heb ik hetzelfde ritueel. Want mama, ik lijk steeds meer op jou. Want jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel en ik ook. En misschien komen we dadelijk met elkaar daar ooit weer tegen. Maar mama, ik hou steeds meer van jou. Lieve mama, deze bellenblazen zijn van jou. Doe ze alvast een groet erboven. Ik heb een goddeloos geloof en ik hield van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar mama, ik lijk steeds meer op jou. Ik zeg mama, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik hou steeds meer van jou.
Dankjewel, mama. Dag, vriend. Hey, schat. Hey. Nou, moet je niet gek maken, hè? Mooi. Vindt u het mooi, meneer? Mooi. Krekkeding. De trein reist alsmaar verder van station naar station. Ik neem een lumpia voor jou mee. Maar ik blijf bij je slapen. Hoe heet je, schat? Antonia. Antonia, wat ben je toch een lekker wijf. Nou, zo. Nee, echt waar. Alles op een naam. Wat is dat dan? Ik ga je tuinieren. Ja. Krekkeding. Ik denk als ik jou zo zie lopen, god. Er gaat een engeltje voor, wist je mama. En wat ben je lief. Wat ben je lief. Dat wordt leuk. We gaan niet zoenen. Je moeder? Nee. Nee, dat doen we niet. Ik kan wel rock'n'rollen. Wat een mooie tong. Eentje van voor de oorlog. Ja, minstens. Je bent ook een mooie jij, hè? Hij wordt nog niet jaloers, hè, Prins Bernhard. Geef elkaar de liefde, mensen. Dankjewel voor deze leuke middag. Ik ga lekker naar het strand. Ik heb mijn leven lang niet gewerkt. En dat ga ik ook nooit doen ook. Mensen, tot de volgende keer. Je hebt er een feest van gemaakt, hè? Ja. Met een lach en een traan wel. Mooie momenten. Maar zonder traan geen lach. En zonder lach geen traan. En daarom... gewoon mooie momenten. Mensen zitten ook echt vast aan een stoel. Het is heel moeilijk om het los te krijgen, maar het gebeurt mondjesmaat. Maar je hebt geen gêne of zo. Dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En nee. Ik weet ook dat ze willen. Weet je, het kwartje valt heus wel. Hey, hoe lang ga je hier nog mee door? Ik ben nu 55, ik denk 5 jaar en dan mag jij me overnemen. Dan ga je met pensioen? Nee, dan zet ik hem in een glazen kist. En dan zie ik wel, maak ik een wereldreis. At your service. Nou, ik vond het een mooie dag om jou te volgen. Dankjewel. Fijn, dankjewel Maurice. Okay. Het beste. Ja. En maak nog veel mensen blij, zou ik zeggen. Jij ook.